Goedemorgen allemaal. Het is vandaag de 13e. Nee, 14e. The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny. Goedemorgen. Ik ga het donker maken. Ik ga namelijk op naar Hoogvliet. Ik ga namelijk naar Tom toe. Ik zie niks. Ik ga namelijk naar Tom toe. Die neemt mij vandaag een dagje mee op sleeptouw. In de vrachtwagen. Dus let's go. Daar gaan we. Ik ben bepakt en bezakt. Ondertussen met Tom aan de lijn en mijn oortjes. Maar ik ben bepakt en bezakt. Ik heb brood bij, snackjes bij, drinken bij. Alles bij. Dus terwijl Tom eventjes een container aan het oppikken is, ga ik mijn weg vervolgen richting de metro, richting Hoogvliet. En vervolgens om daar de vrachtwagen in te stappen. Ik weet niet wat ik vandaag ga filmen. Ik weet niet waar ik zin in heb om vandaag te filmen. We gaan het meemaken. Maar ik heb in ieder geval wel zin om lekker even op pad te gaan. Met Tom vandaag. Dus ik zou zeggen, let's go. Telefoontje bij, opladers bij. Dit komt helemaal goed. Let's go. Daar lopen we dan. Uit de metro. Langs de jeugdgevangenis. Je ziet hier. Richting Tom's werk. Die, waarschijnlijk arriveer ik ietsje eerder dan Tom. Dus dat geeft niet. Ik kijk er nu letterlijk recht tegenaan. Het is de straat uit. En dan ben ik gearriveerd. Maar wat ik zeg, waarschijnlijk ben ik ietsje eerder dan Tom. Ik heb trouwens bijna mijn schenen. Ik weet niet wat ik vannacht heb gedaan. Volgens mij heb ik een marathon gelopen of iets. Maar mijn schenen doen aardig zeer. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval stap ik zo bij Tom in. Ik ben heel erg benieuwd. Ik mocht van hem vloggen. Ik weet niet wat ik allemaal ga vloggen, maar ik mocht in ieder geval vloggen. Tom vond het ook niet erg om zelf in beeld te komen. Maar toch hou ik dat nog eventjes een beetje op afstand. Aangezien ik Tom niet wel lastig vallen met mijn vloggerspraktijken, zeg maar. Maar ik wandel heel rustig op mijn gemakje. Die kant op. Ik hoor dit. Ja, we zijn binnen. Leuk, leuk, leuk. Oh, kijk, daar hang ik. Yay. Zitten we dan, jongens en meisjes. Eindelijk. Tom is even naar binnen. En ik wacht hier. Yay. Leuk. Ik vind het nu wel leuk. In de rode hoerenkast van Tom. Zo zit je hier rustig te kijken. Zaterdag. En zo sta je hier in één keer zelf. Tenminste. Tom is om 5:30 begonnen. Maar dat rende ik niet met de metro. En dan moest ik toch terug naar de zaak. Dus vandaar dat ik nu hier ben. Om 7:30. Na 8:00. Het is iets later geworden. Jee. Oké, copyright waarschijnlijk. Maar ondertussen aan het rijden geweest. Tom is bezig. En Tom staat daar.
In de spiegel. En ik ben aan het wachten. Adresje nummer 2. Tom is aanmelden nu. En het verbaast mij trouwens, ik zou gebeld door het werk. Maar ik ben dus nog steeds niet gebeld. Dat vind ik eigenlijk heel raar. Maar goed, het zal wel. Ik ga zo eens een zak koffie of een zak koffie. En daar komt Tom aanwandelen. Dus ik ben benieuwd hoe wat. Oh, iemand kijkt niet zo vrolijk. Joehoe. Dus ja, dat. Goed, net even lekker gechilled op het bedje. Ik ben nu even lekker Tom aan het klaarmaken. Want Tom heeft natuurlijk die zelfroerende mok van mij gekregen. En hij werkt dus echt. Hij heeft hem net uitgecheckt. Dat pendel en mijn zakje is voor vanavond al vol. Kijk, hij werkt dus echt. En dat is wel heel tof om te zien dat het dus werkt. Er is een knopje op. En die roert dus. Super handig. Maar ik dacht dus dat ik het misschien even hier moet zetten voor Tom's gemak. Want ik weet niet wat hij met dat jodenkoek wil. Hey Tom, moet die weg of niet? Ik kan je roppers in doen. Ah ja, slim. Oh, als ik jou niet heb. Als ik jou niet had, handig. Waar is die stropjes? Oh, daar. Goed, we zijn uitgechilled en ze zijn klaar hier. Dus dat is mooi. Ik kan wel zeggen dat ik van Tom hou, want Tom heeft hier ergens. Dan ga ik heel asociaal even zijn vrachtwagen overslopen. Koffie. Ik lust namelijk nog wel een bakkie. Alsjeblieft. Jawel. Even spieken. Zat dat ding nog anders stroom? Volgens mij wel. Waar is je aanknop op dat gekke ding dan? Oh, één bakje, groot bakje. Ah, ik snap het al. Gaat hij nou gewoon aan? Er zit ergens een aanknop op dat ding, denk ik. Zitten gekke dingen überhaupt wel aan stroom? Oh, Tom, hoe werkt toch? Hallo. Komt een vrachtwagen op me afrijden. Tom, hoe werkt toch achterlijke ding? Waar zit je aanknop? Zit hij, hij hangt aan de stroom, denk ik wel. Waar de F zit zijn aanknop? Nee. Oh. Dan gooi ik een nieuw cupje erin. Tom, waar zit je fucking aanknop? Serieus, dit ding moet ik echt ontleden, wil ik hem aan hebben. Maar ik heb het idee. Zit hij wel of niet aan de stroom? Ik snap het niet. Hij brandt niet. Wat een apparaat. Ik snap het al. Het contact staat uit. Maar dat maakt niet uit, want dan kan ik zo meteen alsnog mijn kopje eronder gooien als het terug is. Dus ja, dat. Ik heb net lekker een boterhammetje op. En ik lust eigenlijk ook nog wel even een biefje worstje. Ik voel me hier wel thuis. En hoppakee. Ik vermaak me hier helemaal prima. Tom is nog de laatste dingen regelen en ik ben het boel aan het opvreten. Ik zeg perfect. En terug op de zaak. Terug op de zaak. Ik heb van een paar uurtjes kou geleden, maar de camera lag hier in de auto. Dus in de vrachtwagen. Dus nu even een bakje overzetten. Vrachtwagen parkeren. Bakje doen, even hier. Koffie drinken. Bakje doen, koffie drinken.
met de andere chauffeurs, denk ik dat Tom dat echt gaat doen. En dan naar huis. Was zo leuk. En ik loop buiten. Ik ben inmiddels afgegooid door Tom thuis. En ik heb gegeten. Ik was om 6:15. Nee, eerder. 6:00 was ik thuis. Dus ik heb net lekker even gegeten. En ik heb even mijn andere jas aangedaan. Want mijn andere jas is vies. Is het om de olie, inclusief mijn broek. Want tenminste, het vet. Inclusief mijn broek. En mijn witte trui die ik aan heb. Oeps. Dus snap ik waarom Tom werkkleding aan heeft. Dus onderweg naar opa en oma. Ik moest even iets doen met de telefoon die niet klopt of zo. Geen idee. Iets in die richting. En daarna dan ik heb een gladde jas aan. De tas valt steeds van mijn schouder af. Maar in ieder geval onderweg even naar opa en oma. Mijn schenen doen weer zeer. Ik weet niet wat het is. Maar mijn schenen doen zeer al een paar dagen. En het wordt er niet beter op. Dus ik ga zo, als ik bij opa en oma ben geweest, lekker douchen. En me omkleden, dat denk ik zo meteen alvast deze vlog editen, want heb ik dat lekker gehad. Ik heb niet zo'n zin om daar morgenochtend nog aandacht in te steken. Of wel morgenochtend, want Tom die belt mij morgenochtend weer wakker. Het is echt mijn wekkertje aan te worden. Die belt me elke ochtend wakker. Die vindt het helemaal leuk om te doen en ik vind het helemaal niet erg. Want dan word ik tenminste vrolijker wakker. Omdat mijn wekker afgaat. Officieel moest ik morgen trouwens werken. Ga ik niet doen. Ik zit echt van de pijn op mijn schouder weer. Plus mijn schenen doen zeer elke stap die ik zet. Dus ik hou morgen mijn gemak. Plus dat het thuis niet zo lekker gaat met mijn moeder en met Kees de cavia. Dus dat is niet zo mooi. Maar goed, ik ben inmiddels weer bij opa en oma in de straat. Scheelt dat het maar 2 minuten lopen is. Dus. Even een bakje doen en vertellen hoe het vandaag is geweest. Want ik heb zo ontiegelijk hard genoten vandaag. Het was leuk, het was gezellig. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Die kies was iedereen. Ik mag dus niet naar binnen. De deur is dicht. Maar ik heb het echt super naar mijn zin gehad. Daar komt wat. Mag ik Winnie niet? Jawel. Oh. Ben ik Winnie welkom? Ben je nou al thuis? Nou al thuis? Ik denk je bent een melding nog wat draaien? Nee joh. Zo lang niet. Ja, en we zijn weer thuis. Maar nog geen adventkalender gedaan vandaag. We lopen achter jongens. We hebben 14. Zit hieronder. Ik ga ze morgen trouwens wat drinken. Dat heb ik nou geen trek meer in. Oh, een zwarte. Van Loor. Nummertje 11. Ik gok dat die heel sterk is. Want hoe hoger het nummer, hoe sterker het is. Even nummertje 14 hier zoeken. Ik ga eerst plassen, want ik pies bij mijn broek.
Dus. Oké, nummertje 14 zit niet in het bovenste laadje. Wel 15, dus dan weet ik in ieder geval waar ik morgen moet wezen. Oh, 14 zit in het grote laadje. Trouwens, de camera is bijna leeg, dus ik ga opzitten. Oh, ik trek de halve. Oh, een eyeshadow kwastje. Die trouwens echt ingeparkeerd zit tot en met. In ieder geval, er zit een oogschaduw kwastje in. Ik ga even geen moeite doen. Ik ga douchen, omkleden, bedje uitklappen en lekker slapen. Ik heb het wel weer gezien voor vandaag. Was leuk. Sorry, er zit iets tussen mijn tand. Het was leuk voor vandaag. Ik heb het naar mijn zin gehad. Het was super gezellig. Ik heb nieuwe dingen geleerd, nieuwe dingen gezien. Super leuk om het nu vanaf een andere kant te zien in plaats van vanaf de telefoon. Het is bedtijd. Het is 10 uur geweest. Ik ga douchen. En dan duik ik lekker warm mijn bedje in. Het is wel weer genoeg geweest voor vandaag. Het was een lange dag. Een leuke lange dag. Maar dat is nou weer klaar. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!